Ja, lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn nieuwe filmpje. En mijn vakantie zit er helaas weer op. Ik heb het hartstikke leuk gehad met een hele lieve vriendin van me, met Jolanda. We hebben gegild van het lachen. Nou, Gordon is nog 3 dagen over geweest. Out of the blue, we hebben verschrikkelijk gegild. Hoop leuke nieuwe vrienden ontmoet en mensen. Een prachtig eiland. En ja, maar wat gaat er nu gebeuren? We moeten gewoon weer lekker aan het werk. Ik heb nog een paar dagen. Maar mijn moeder is ook nog jarig deze week. Die wordt 88, dus dat gaan we ook even leuk vieren. En daar hou ik jullie van op de hoogte natuurlijk voor de volgende. Nou, het is woensdagavond, Mykonos. Superleuk, maar ik moet morgenochtend natuurlijk 94,4 wegen. Ik weet niet of ik het ga redden net. Dus ik ga vanmorgen 10 kilometer lopen. Ik ga nog 1 keer 4 of 5 kilometer lopen. Dan ga ik even kijken hoe ver ik kom en of ik het ga redden. Zo niet, dan wordt het toch, kon ik maar even bij zijn zingen van Gordon. En ik vind het ook leuk om een half uurtje mijn eigen muziek te horen bij 15 jaar. Want dat is namelijk nog nooit gebeurd. Dus dat zou eindig zijn. Ik ga mijn best doen. Groetjes van Geer uit Mykonos. Haha. Op een of andere wonderbaarlijke manier is de stroom hier al een paar keer uitgevallen. Alles knippert ook s'nachts. Blauw licht, wit licht. Je hoort allemaal dingen tikken en kraken. Dus er is iets met de stroom. Dat blijkt ook wel, want ze waarschuwen ervoor dat de liften kunnen blijven hangen. Nou, je moet buiten de lift om ook nog heel veel trappen lopen hier. High probability of blackout. Nou, ik heb bijna zelf een blackout, dus so what. Maar in ieder geval, ik ga er toch in. Want ik loop al genoeg, vind ik zelf. En ik ben bijna 4,5 kilo afgevallen. Kijk, daar komt de lift. Maar de vraag is, gaat hij naar beneden? Mag ik voor u een lift, meneer? Dag lieve luidjes van Boulevard. Ja, inderdaad, ik ben dik 5 kilo afgevallen, bijna 6. En dat heb ik natuurlijk mede te danken door een steuntje in mijn rug van Frank Daanen van 538. Dus die jongens ben ik ook enorm dankbaar. En ja, ik zou graag nog een paar kilo af willen vallen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik ben 1,86, dus het zou heel mooi zijn als ik onder de 90 kilo kwam. En het is een mooie motivatie. Maar ik ben nog 4 dagen in Mykonos, dus ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik doe mijn best. Dankjewel en ik zie je. Groetjes, begeer. Zo, ik dacht 5 kilo afgevallen. Ik doe gelijk met een kleine metamorfose. Nieuwe overhemdje, nieuwe broek en nieuwe schoenen. Misschien past het wel helemaal niet bij me. Misschien is het iets te jeugdig, maar ik denk ik gooi het er gewoon op. Hoe vind je het, Joe? Prachtig. En schijnig, hè? Schijnig. Kijk eens even. Huppatee, buikje weg. Super slank. De rotsen. Ja. Het was de laatste avond Mykonos, joh. Gordon heeft ons uitgenodigd. Kijk eens hoe snel. Hij gaat later eens een keer een drankje. Het is hier wel enig, hoor, moet ik zeggen. Hollywood in Greece. Oh,
Gooi oestrogeen. Het lijn is niet voor niets geweest, geloof ik. Nou, dit is nog net even de top van onze vakantie. Lekker genieten in een bus. Jo, en wij zijn dol op een bus, hè? Hartstikke. Ja, ik heb het niet anders gedaan. We gaan het liedje opnieuw uitbrengen, het busje komt zo. Chantal, leuk is een bus, hè? Dit is een dol op. Ja, hoezo? Ik ga altijd met de bus. Ik ga altijd met de bus. Ja. Ik ga alleen met vliegtuig. Ik ben heel gewoon gebleven. Vreselijk in die grapbus. Vliegveld is 15 bij 10 meter en wij moeten weer in de bus. Bam. Nou, het is een hoogtepunt uit mijn carrière. Normaliter word ik altijd opgehaald door iemand kennissen, vrienden en of bekenden. Maar nu staan we op een officiële taxistandplaats. Iedereen geweldig, die kan niet. Dat is heel lullig. Ik had het ook iets eerder moeten doen. Dat is een beetje stom. Maar goed, dan voelt het toch weer eventjes... een beetje basic. Dat je gewoon moet wachten totdat je aan de beurt bent. En dat is op zich hartstikke leuk. Hey Jo. Enig, back to basic. Back to basic. We zitten gezellig in de auto bij een hele aardige chauffeur. Nou, een aardige. En die is natuurlijk enorm fan van me, dat zie ik in één keer hier aan het tablet. Ja, ja, ja. Het is niet normaal. Wat bedoel je, schat? Ken je alles uit je hoofd? Ik ken, nee. Ik ben meer van Jimi Hendrix, Eric Clapton, dat soort dingen. Jimi Hendrix? Ja, nee, mijn broer is ook onwijs. Ja, nee, het is hem echt. Ja, nee, echt waar. Ja? Nee, mocht je denken, hey, wat leuk die Gier met zijn vlog, jongens. Like het alsjeblieft, zou ik hartstikke gaaf vinden. En mocht je abonnee willen worden, dat kan allemaal. Het kost je helemaal niets. Ik zou het leuk vinden en dan kan ik jullie weer een plezier doen. Een dikke kus van Geert. Tot snel. Bye bye.